12 gesprekken? 12? Bij pensioen zijn niet alleen feiten, maar juist de emoties belangrijk. Door mensen te raken in hun emoties maak je het verschil. Maar welke emoties zijn belangrijk voor onze klanten? Dat onderzoeken wij. Als we praten met klanten, horen wij vaak dezelfde emoties. En na 7 gesprekken horen we vaak al weinig nieuws meer. Zowel een notaris als een boer willen gerustgesteld worden. Ze willen beide zekerheid hebben over hoeveel geld ze later kunnen gaan krijgen. Emoties zijn universeel onder allerlei soorten mensen. Ons onderzoek onder een kleine groep mensen geeft ons inzichten om de beste service te ontwikkelen voor al onze klanten. Yeah! Yay! Oh.